De rechtbank buigt zich vandaag weer over de moord op Dirk Wiersum. Ja, er zitten al twee daders vast. Hè. Die hebben ook echt geschoten op het moment dat Dirk Wiersum naar buiten kwam op klaarlichte dag. Hij werd doodgeschoten in zijn straat. 30 jaar gevangenisstraf kregen zij eerder al. Maar dan is er ook nog de bende die deze moord volgens het Openbaar Ministerie ook echt heeft besteld. Allemaal omdat Wiersum kroogtuigen Nabil B. bijstond in de zaak Marengo, een drugscrimineel Ridouan Taghi achter slot en grendel te krijgen. Nou, zij zijn bijna 4 jaar na de moord nog steeds niet veroordeeld. Marengo loopt nog, maar ook deze zaak dus. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling. En 10 verdachten staan terecht, waaronder ook de neef van Ridouan Taghi. Het valt niet onder het Marengo-onderzoek. Het is eigenlijk een soort aftakking daarvan. Want het zijn weer op zichzelf staande feiten die natuurlijk wel weer zijdelings te maken hebben met alle verdachten in de Marengo-zaak. Daar is een aantal mensen voor aangehouden die niet direct bij de moord betrokken zijn, maar bijvoorbeeld bij het stelen van auto's en het aanleveren van andere gegevens. Maar het lastige in deze zaak is dat je moet weten dat als je een auto steelt, dat die auto dan ook beschikbaar wordt gesteld voor het delict waarvan andere mensen zijn veroordeeld. En dat is maar zeer de vraag om dat rond te krijgen. Ja, dat wordt dus afwachten of dat gaat lukken. Hoe kijkt u hier nou naar? Als de rechtelijke macht wordt aangevallen in een vrij land, heb je echt een probleem. We hebben echt als je dit niet gaat oplossen, sowieso de georganiseerde misdaad niet gaat bestrijden, dat gaat een van de grootste uitdagingen worden die we de komende kabinetsperiode gaan zien. Maar we bestrijden die natuurlijk al wel. Het is niet alsof we dat niet doen. We bestrijden het wel, maar het is niet zo dat we het gevoel hebben dat we dat in de hand hebben. Zolang dit soort dingen gebeuren, dit soort aanslagen, zolang we honderden mensen moeten beveiligen, hebben we echt een probleem. Het is druk.